Hallo lieve Steenbok, welkom bij jullie maandtraining van met jullie tot met augustus 2022. Kijk zo meteen even of dat de video met je resoneert. Het kan namelijk ook zijn dat jij dit keer niet boodschap in je zonteken hebt staan, maar in je maanteken, venusteken of ascendant. Ik zal beneden in de beschrijving een linkje zetten hoe je dit uit kunt rekenen. En wellicht zit daar een extra boodschap in een van die video's. Ik begin dadelijk met twee overal energiekaartjes uit dit deck. En dan pak ik ook nog een kaartje uit het volgende deck. En vanuit daar gaan we de verklaring doen met de tarot. Ik heb alle kaartendecks van tevoren goed geshuffeld. Dus ik ga het niet meer uitgebreid shuffelen op het scherm. Maar we pakken hier twee kaartjes uit en dan nog één uit het andere deck. Oké. En deze. Deze zijn wat lastiger te uit elkaar te halen. En die. Oké. Wat mogen we weten voor de lieve steenbokken? Vraag het je ziel. Kijk eens een mooie kaart. Ga je het antwoord in jezelf zoeken, zul je al veel meer verlichting gaan ervaren. Je hebt heel veel wijsheden, vooral als we hier kijken met de uil erbij. Je hebt al zoveel informatie tot je genomen. Je bent echt vanuit een nieuwe perspectief aan het groeien. En we hebben de peacock, prosperity. Kijk eens wat een prachtige kaart. Heel veel innerlijke kennis heb je, heel veel mooie groei en ontwikkeling. Je mag gaan stralen en dit ook de mensheid laten zien. Er kan heel veel mooie elementen naar je toe gaan komen. Het is nu ook echt de tijd ervoor om die nieuwe stabiliteit ook te gaan gebruiken aan informatie die jij al eerder tot je hebt genomen. En of dat dit door middel van eigen intuïtie is of door boodschappen of lessen leren, maakt niks uit. Het is nu wel de tijd dat je er verder op ingaat. Je zult ook meer inzichten gaan krijgen waar jouw zielsmissie naartoe mag gaan. En puzzelstukjes zullen echt meer op zijn plek gaan vallen. Oh. 16 maakt ook weer 7, dus het is wel een goddelijk getal. We hebben hier de doodkaart. Voelt voor mij als een geweldige kaart, vooral als we dan gaan kijken met de koning van bekers ernaast. Wil niet zeggen dat het een mannelijke energie of een manpersoon is, maar het is een mannelijke energie, kan voor iedereen gelden. Er zit geen genderbepaling aan deze reading. We hebben de 4 van zwaarden. En justice. Voel voor mij dat dit jouw eigen energie is. Dat jij echt aan het upgraden bent. Dat je inzicht hebt gekregen hoe jij nu in deze situatie staat. Onderkant deck, de zonkaart. Dus mooiste kaart van het deck. Er is nog wel wat aandachtspuntjes. Dat je dus naar die vernieuwing aan het groeien bent. Die vernieuwde overvloed. Maar je voelt ook echt wel dat je innerlijk nog wat blokkades hebt of pijnstukken waar je doorheen mag gaan. Dat heeft te maken met het laatste restje waardoor jij daarna weer in de vernieuwing kunt gaan komen. Het voelt voor mij dat je dus deze periode dus daarmee te maken gaat krijgen. Dat je na die nieuwe verlichting heen aan het gaan bent. Omdat er een oude situatie afgesloten is. Dus mocht jij merken de laatste periode dat er heel veel verschuivingen plaats hebben gevonden. Ik heb al eerder video's opgenomen dat de 6-6 poort van 6 juni een bepaalde start was om ons voor te bereiden op de leeuwenpoort van 8 augustus. Deze reading is dus tot midden augustus, dus die 8-8 poort valt ook nog tijdens deze reading qua energiestroom. Je wordt klaargestoomd. Klaargestoomd om verder in je kracht te gaan staan, om op emotioneel stukjes langzaam te gaan ontwikkelen en ook verder de wereld te gaan in gaat stappen. Ja, ze komen er echt met z'n tweeën uit. Oké. Okay.
Waar die doodkaart mee te maken heeft gehad, heeft te maken gehad dat je wellicht in een verbinding hebt gezeten of met iemand, of dat je er nog in zit of gaat ontstaan. Iemand die ook wel een beetje, voor mijn gevoel, autoritair kan zijn. Weet waar die over praat. Ik wil niet zeggen dat het een hij is, maar iemand die zakelijk gebied heel erg sterk is. Goede communicatie, goede verstandshouding op zakelijk vlak. Maar daarentegen voelt het voor mij dat het stukje emoties helemaal in disbalans is geweest. Dat het of het ging alleen om het een of het ging om het ander. Maar er was geen grijs gebied daartussenin waar die balans in gekomen is. En dat heeft bij jou er best wel voor gezorgd dat dat een bepaalde pijnstuk heeft gecreëerd. En daar voel ik ook wel dat je daarvan aan het helen bent. Dat je die emotionele stukken voor jezelf eerst gaat oplossen. Dus het kan zijn op romantisch vlak, kan ook op zakelijk vlak zijn, kan ook echt op een niveau zijn van in familieverbanden. Maar je bent in ieder geval flink je best aan het doen om te helen van dat laatste stukje. Je hebt heel veel wijsheden daardoor gekregen. Jij weet ook dat dit een belemmering is geweest voor dit nieuwe stuk. En er kan pas verder stappen gemaakt gaan worden, ook in jouw innerlijk zijn. Je kunt pas in die koning van bekers rol gaan staan als je dat stukje meester gaat worden. Zelf sta je er anders in. Je kijkt er anders tegenaan. Je kijkt dat je een nieuw pad gaat bewandelen en dat het allemaal spannend is. Dat je niet weet hoe dit gaat verlopen en waar moet ik de kracht vandaan halen? Hoe heb ik het wel verdiend? Als ik dan ga kijken dat we onderkant dek ligt de 9 van bekers ook nog eens met de aas van staven eronder. Dus als jij niet meer vast gaat houden aan een oude situatie die hier ligt. En het kan zijn dat het alleen nog via energetische gedachten nog is. Of energetische koorden. Dat wil niet zeggen dat je nog in die situatie zit. Er zijn in ieder geval kwartjes gevallen. Er zijn in ieder geval nieuwe ontwikkelingen en inzichten gekomen. Er zit een vooruitgang in. Maar toch voel ik nog een stagnatie. Waarom voel ik een stagnatie? Ja, je staat nog op die tweesprong. Het voelt voor mij dat je een beetje tussen twee werelden nog in zit. Het ene ben je nog van aan het helen. En dat is ook waardoor nog een afsluiting plaats gaat vinden. Het kan ook zijn dat er juridisch nog het een en ander niet afgewikkeld is. Waardoor jij dus nu nog niet verder kan in die energiestroom. Waardoor je dus nog een beetje vast blijft zitten hierin. Het kan een contractbreuk zijn of iets. Het is iets rechtsmatigs. Waar nog het een en ander mee te maken heeft. Maar het zal wel een goede en sterke vooruitgang gaan creëren. Als dit eenmaal voorbij is, dan krijg jij ook een nieuwe inzicht waar jij naartoe mag gaan. Voor mij voelt het echt als jouw energie. De energie waar je op dit moment doorheen gaat. Er is een pad waar een pijnlijke afsluiting mee mag gaan komen. En dat kan te maken hebben dat je wellicht toch nog het gevoel hebt dat er ergens waar die situatie mee te maken heeft een doorstap mag gaan creëren. Een vernieuwing mag gaan creëren. Daar komt heel duidelijk de doodkaart bij. We krijgen hier de ridder van staven. Met onderkant dek krijgen we hier de page van staven bij. En dan de hierofant. Dus dat is wel een persoon waarmee jij wel verder zou kunnen in de zin van zekerheid en stabiliteit. Deze situatie, ja, daar gaat een einde aan komen. Maar dat is ook het stukje waar jij in jouzelf nu nog aan vast zit. Door toch dat juridische stukje krijg ik heel sterk het gevoel. Wellicht wil je er los van komen, maar lukt het gewoon daarom nog niet. Oké, leg het eens even hierbij. Wat mogen we nog meer weten? De maankaart. Dus het is nog wel een belangrijk stukje dat je inzichten gaat krijgen. Het kan te maken hebben dat je met een kreeft te maken hebt of een waterteken. Moet hij ze op kop? Ja. Ja. Als jouw angst erop gaat spelen, dan ben je dus eigenlijk vanuit het verkeerde aan het
affirmeren. Alles wat jouw aandacht krijgt gaat groeien. Dus alles waar jij de aandacht aan geeft, ook qua angsten of bepaalde inzichten of illusies, wat niet het juiste is, gaat groeien. En daardoor krijg jij een stagnerende energie. Zal er een moment komen dat er iets niet vooruit gaat. Maar dat heeft ook te maken met inzichten die jij gaat krijgen. Ga ik loskomen van de situatie, ja of nee? Ga ik eruit stappen, ja of nee? Ga ik voor die ene staaf kiezen? Of schouw ik alles wat er achter me zit nog met me mee? Je gaat inzichten krijgen. Je gaat echt een helder inzicht krijgen. En dat is als jij naar jouw antwoorden gaat ontvangen van jouw ziel. Van jouw onderbuikgevoel, van je hogere zelf. Door middel van meditatie of andere bevestigingen. Even kijken. Ik zie een boek. Waarom zie ik een boek? Ik zie iemand lezen in een boek. Dus het kan zijn dat jij heel veel informatie aan het inwinnen bent door middel van het lezen van een boek, waardoor er duidelijkheid gaat komen hoe jij met jouw ziel kunt communiceren en hoe jij voor jouzelf hiermee om kunt gaan. En dan zul je ook merken dat jij ergens best wel lang aan vast hebt gezeten, waar jij gewoon niet meer mee kunt matchen. En of dat nou op zakelijk gebied is of relationeel vlak, familiair, maakt niet uit. Op een gegeven moment merk je dat jij in een andere frequentie zit. En als jij daar uit gaat stappen in de zin van ik kies voor mezelf, ik weet waar ik naartoe aan het gaan ben, ik weet wat mijn valkuilen zijn, ik weet ook hoe het komt dat ik deze processen zo heb bewandeld, dan zul je merken dat die innerlijke stem alleen maar verder gaat optimaliseren, dat je steeds meer helder gaat krijgen. En ik zie elke keer iemand met een boek aan het lezen, een boek lezen, dus wellicht ben je heel veel informatie aan het inwinnen hierover. We hebben de Ridder van Bekers. We hebben hier. Oké. Okay. Er gaan meerdere personen naar jou toe komen. Als jij bepaalde inzichten gaat krijgen. Het voelt voor mij ook, want een pauw is natuurlijk prachtig. Hè? Als die zijn veren uitzet. Een ware schoonheid. Het voelt voor mij ook dat jij op een gegeven moment, als jij in die hoge priesteres energie staat, dat jij ook zeer aantrekkelijk zult zijn. En ben jij als man aan het kijken, kan het nog. Hè? Je hebt dan een bepaalde uitstraling. Ik zeg altijd, iemand moet iets hebben qua uitstraling of iets in zijn gelaat of pretoogjes of iets wat iemand zijn aandacht trekt. Jij zult dit hebben. Jij zult dit hebben. En dat heeft te maken dat je eerder dus afscheid hebt genomen. Dat je in een bepaalde situatie geen doorstart meer zou willen creëren. Daarin is dus ook die afsluiting nodig. Inzicht heb je gekregen. Een nieuwe pad heb je gaan bewandelen. En dit kan voor mij betekenen dat je daar helemaal niet, dat je gaat hier niet op in. Je gaat er niet op in. Je laat het lekker los. En je blijft dicht bij jezelf. Ondanks dat er hier van alles naar je toe gaat komen. Personen naar je toe gaan komen. Kan het op zakelijk vlak zijn dat iemand nieuwe handreikingen doet. Waarin jij beter kunt matchen met iemand. Maar ik zie dat jij hier helemaal afstand van gaat doen. Je gaat echt voor je eigen geluk. Je eigen zielsreis. En dit heeft te maken met toch die afsluiting die hier plaats gaat vinden. Jij kunt naar een vernieuwing toe, want het gaat in het juiste naar je toe komen. Jij gaat in je kracht staan. De waarheid gaat uitgesproken worden over dat juridisch stukje. En waar het dan ook mee te maken heeft. Dat is voor iedereen van jullie individu misschien wellicht anders. Het zal ook niet met iedereen resoneren dat er nog ergens iets financieel of juridisch afgesloten mag worden. Maar het voelt voor mij wel dat daardoor jou een bepaalde vrijheid geboden gaat worden. En die vrijheid zorgt ervoor dat jij wellicht gewoon helemaal gaat
verplaatsen. Wellicht misschien zelfs naar het buitenland waar je naartoe gaat. Ik zie hier schepen. Schepen gaan over water naar andere continenten toe. Hier hebben we een boot die naar een ander stuk gaat. Dus wellicht ga je dus echt vanuit liefde in jezelf nu dus ook kiezen om jouw zielsmissie en zielspad te gaan bewandelen waar je naartoe zou willen gaan. We pakken nog een paar kaartjes erbij. Even hierboven nog. Oh. Oké, ik wil 3 kaartjes voor de bovenste rij. Ja. Het geeft jou wel... hoe kan ik dit het beste verwoorden? Jij gaat op een punt komen dat jij heel veel tijd hebt gespendeerd aan je eigen ontwikkeling, aan je eigen stukken. Er heeft dus iets jou echt wel in jouw gedachten tegengehouden hoe jij om jouw droom te kunnen verwezenlijken. Er is iets of iemand geweest in deze hele situatie waardoor er dus veel gedachten zijn geweest in het verleden. Hier ga je echt korte metten mee maken. Maar het voelt voor mij ook wel als een vernieuwde energie van, oh leuk, spannend, ik wil weer verder. Ik heb nieuwe inzichten, ik weet wat mijn waarheid nu is in deze situatie. Ik weet dat ik aan het langste eind heb getrokken. Ik heb al zoveel werk verricht. En nu? Je gaat op een punt komen dat je dan op een gegeven moment zo hard hebt gewerkt dat je alle eigenschappen voor het, in jouw systeem hebt zitten. Zie het als een computer die hergeprogrammeerd is. Daar hoef je dan op dat moment daarna ook niks meer voor te doen. Dat gaat automatisch. Maar dan ga je in één keer weer terug naar je hoofd. En dat is het stukje wat jammer is. Want je hebt zoveel plannen en wensen. Ga weer genieten. Ga weer die wijde wereld in. Laat dat die gedachten jou niet blokkeren. Het voelt ook wel dat er veel meer gelijke stemmen jouw pad gaan kruisen de komende tijd. Maar dat dit jou gelijk ook wel weer gaat blokkeren. Ik leg deze even aan de kant. Belangrijk puntje is dus het stukje blokkade in jouzelf. Dat je toch nog vast blijft houden aan een oude situatie. Terwijl je hier wel al naar een vernieuwing toe gaat. We krijgen wel de 10 van de bekers. Angsten, illusies zullen jou tegenhouden in een bepaalde pijnlijk einde. Dat einde heeft dus te maken met die situatie wat hier ligt. Dat heeft dus ook met jouw hartzeer te maken. Okay. Dus het is wel belangrijk dat hartzeer nog aan te gaan kijken. Anders blijf je in een bepaalde stagnatie zitten en dan ga je blokkeren. En dat zou heel erg jammer zijn. Want je hebt zo hard gewerkt. Je hebt al zoveel voor elkaar gekregen. Dus probeer daarin je gedachten dan niet de overhand te laten nemen. Want dan kom je toch echt wel weer in die zwaartekracht. En dan zul je ook weer die last mee gaan nemen. Terwijl het nu de tijd is om er iets mee te gaan doen. Voor sommigen geldt het zo dat mocht je hier heel erg sterk in aangetrokken voelen. Dat het jouw lijn is. Dan kan het helpen om hier met iemand over te gaan praten. Dan kan het helpen om dat pijnstuk op te gaan lossen of aan te gaan kijken. Want de uitkomst is wel dat jij in die energie mag komen van de keizerin. Dat je wel weer die energie meester mag worden waar je hard aan hebt gewerkt. Die blokkade is gewoon een struikelblok in jouw pad. Want als we gaan kijken, er is wel een nieuwe mogelijkheid, een nieuwe doorstart, een eerlijk nieuw begin. Vol mooie elementen. Maar als we dan de onderste rij gaan kijken, zal die blokkade waar jouw hartzeer mee te maken heeft, toch nog de kop op kunnen zetten. En blijf dus dicht bij jezelf. Blijf die energie in jezelf voelen en ervaren wat het voor jou dan nodig is om hier weer uit te komen. En merk je van ja, ik heb meer nodig als wat ik zelf voor elkaar kan krijgen. Schroom dan ook gewoon niet om iemand te vragen om mee te kijken. Van wat kan ik doen? Wat zou jij adviseren?
is nooit weg om advies van een ander te vragen. Uiteindelijk is het daarna wel zelf je eigen doorstart die je mag maken of knopen door mag hakken. Dat kan een ander nooit voor jou doen. Maar het kan wellicht wel nieuwe inzichten geven aan jou. Een frisse blik kan soms heel erg vernieuwend werken, ook met keuzes en knopen doorhakken. We hebben harmonie, engelen van beleid. Het is wijs om tactvol met deze relatie om te gaan. Dat brengt harmonie. Vraag om je te adviseren op dit gebied. Nou, we hadden het net over advies. Voor mij voelt het zo dat je inzichten gaat krijgen waar deze situatie ook mee te maken heeft. Of het nou op relationeel vlak is, of familiair of zakelijk vlak. Je gaat inzichten krijgen waarom daarin een disbalans is geweest. Waarom die harmonie nog niet gevonden kon worden in eerste instantie. Je gaat heel veel doorvoelen, heel veel doorleven. Ik zie heel veel herkenning hier terugkomen in jouw eigen systeem die steeds helderder gaat worden. Maar dit kan bij jou ook wel weer een bepaalde angst op gaan wekken. Probeer dit los te laten, want je kunt gewoon die begeleiding ook vragen vanuit het universum. En dit is ook waarom jij hier gaat blokkeren. Het voelt voor mij dat je wel echt in zo'n situatie gaat komen. Dat je wel weer echt die overvloed naar je toe kunt gaan halen. Maar dat je het in eerste instantie gewoon in jezelf gaat zoeken. In je eigen reinheid, heelheid. Die vruchtbaarheid, wat ik al zei. Je gaat heel erg stralen. Je gaat echt een heel mooi moment creëren voor jezelf. Waarin jij ook het gevoel hebt van ik heb een bepaalde schoonheid. Of ik ben mooi. Of ik ben geliefd. Of je gaat het zelf ook inzien. En dat is eigenlijk wat hier heel erg aan de hand is. Die harmonie in jezelf ga jij vinden. En dit ga je ook aanpakken. En ja, jezelf daarin creëren. Hoe dit voor jou het beste gaat werken. Dus lieve Steenbok, ik hoop dat je in ieder geval iets aan deze video hebt gehad. Ik wilde reading zeggen en daarna video, dus krijg je zo'n rare combi. Iets aan deze reading hebt gehad. Mocht het vragen opwekken, dan kunnen dus in andere readings of video's ook een boodschap nog extra voor jou zitten. Dus kijk dan even naar je maanteken, venusteken of ascendant. Ik hoor van heel veel mensen dat de ascendanttekens heel vaak ook corresponderen met hun zielspad. Ik merk ook dat de readingen van andere sterrenbeelden een beetje in elkaar verwoven zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat in die readingen dus echt nog een extra boodschap zit. Voor nu wil ik jullie dus heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!